In 2009 werd tijdens een bijeenkomst tussen de ontgrinder DCM en de dorpsraad van Lom het ontwikkelingsplan rond de hoogwatergeur in Lom voorgelegd. In samenspraak werd toen besloten om een kleinere recreatieplas aan te leggen, want de hoogwatergeul was daar niet zo geschikt voor. Eind 2018 werd met de werkzaamheden aan de bypass begonnen. Het is een win-win situatie. De ontgrinder DCM doet het voor het grind en voor de inwoners van Lom ontstaat er een recreatiegebied. De 80.000 kubieke meter grond, bestaande uit teelt, aarde en zand, wordt apart opgeslagen om later weer terug te brengen in de gegraven plas. En dan is het de beurt aan de zandzuiger. Om het zand vanaf de zandzuiger naar de plaats van bestemming te brengen, heeft men buizen nodig waar het zand doorgeblazen wordt. In dit geval betekent dat ongeveer 800 meter lengte aan buizen tot op de zandhoop bij de fabriek. Het aanleggen van deze leiding is nog een hele klus, want alles moet lucht- en waterdicht zijn, omdat het zand op druk naar de plaats van bestemming wordt geblazen. De moeilijkheid van het koppelen van de buizen bestaat daarin dat ze aangelegd worden over een heel ongelijk terrein. Op het water worden ze drijvend gehouden door zogenaamde baggerdrijvers. Het zand wordt door de zandzuiger opgezogen en naar de verderop gelegen zandhoop geblazen, nabij de zandfabriek. En van daaruit gaat het gesorteerd het schip in. Op deze berg ligt ongeveer 200.000 kubieke meter zand. Dit zand of grind kan worden gebruikt om 24 soorten metsel- of betonspecie te maken. Voor bijvoorbeeld wegenbouw. En denk hierbij ook aan viaducten, bruggen of aan woningbouw met betonvloeren en of wanden. Halverwege de bypass is een dam aangelegd, zodat de zandzuiger door kan gaan en men alvast kan beginnen met het gedeeltelijk dichten met behulp van vrachtwagens en loders. Het opgeslagen zand moet weer teruggebracht worden in de gegraven bypass. Het dichtrijden met het opgeslagen zand is veel meer werk als het eruit halen, want nu heb je loders nodig om het zand weer uit elkaar te rijden.
dat zand verplaatsen is nog een behoorlijke klus. Die weken duurt, want het betekent zo'n 5000 keer op en neer rijden met de dumper. Want zo wordt die vrachtwagen genoemd. De loders moeten vele malen op en neer rijden om het zand op de juiste plaats te krijgen. Dit moet wel heel secuur gebeuren, zodat je een mooie, geleidelijke oever krijgt. Hetgeen betekent heel veel vrachtwagen zand. En heel dikwijls op en neer rijden met de loders. Als alles klaar is, hebben we een waterdiepte van zo'n 3 meter en vanaf het maaiveld een diepte van 7,5 meter. De opening naar de Maas is gemaakt om de bypass erop aan te sluiten. En dan kan men beginnen met de infrastructuur van de bypass. Rechts komt een aanlegsteiger voor kleine boten en een zandoever, wij noemen dat een strandje. Bovenop komt een fietspad te lopen, zodat de oude verbindingen weer kunnen worden hersteld. En langs dat fietspad worden bomen geplant. Links van de bypass wordt een wandelpad aangelegd met een gedeelte stapstenen en er worden banken geplaatst. Als alles klaar is, kan men genieten van een heel mooi natuurgebied.